Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 20. Ik sta nu in de soort van gamekamer en we zijn bezig nog altijd met de kast. Hij is niet af. We hadden een paar onderdelen, waren niet compleet, super raar. Dus nu moet ik morgen weer terug naar de IKEA om dat te fixen. Ondertussen ben ik de was aan het doen op de slaapkamer. Het hele huis is eigenlijk een teringzooi door die kasten. Hier staat de kast. Ik ben bijna blij als het klaar is. Ja, dat wil ik even mededelen. Gisteravond had ik voor het eerst gestreamd hier bij Nikki op de computer. Ja, het is nu Ramon maar. Ik had tijdens mijn stream kerstkaarten gekregen van een paar mensen. Echt super leuk. Ik dacht, ik laat ze even aan jullie zien. Ik had er eentje van Lars, die. En die van Christian. En die had ik van Maaike. Echt super, super lief. En ik heb zelfs een pakketje nu gekregen van iemand. Die ga ik even nu openmaken. Ja. Super leuk. Fijne feestdagen. We moeten geluid maken, denk ik. Dat maakt geen geluid. Allemaal lelijke plaatjes omdat het kon. Omdat je een toppertje bent en toch een kleinigheidje voor kerst. Voor omdat kerst een periode is van veel vrede, gezelligheid, familie en vreugde, heb ik hier wat lekkers om je hashtag fitgirl gedachten even opzij te zetten. Nikki mag natuurlijk ook zijn hashtag fitgirl gedachten opzij zetten en meehelpen het allemaal op te eten. Ik wil je hele fijne feestdagen wensen en heel veel geluk, plezier, vreugde en al het andere positief in het nieuwe jaar en op je nieuwe stekkie. En uiteraard veel plezier en geluk samen. Jullie zijn toppertjes. Groetjes Joost, aka opa. Super lief, maar hij maakt geen geluid. Hij zou gewoon geluid moeten maken. Wat is zo lekker bij? Ja, ik ben het ook weer. Oh, ik denk bonbons, Nicky. Oh, mijn god, ik heb echt super veel. Kijk dan. Oh, lekker. Oh, dat is zo lekker. We hebben chocolaatjes van opa gekregen. Wil je er eentje? Holy crap, is it fresh? Tom zou het meenemen. Welke is lekker dan, hè? Ja, die wil ik. Die lekker is. Ja, deze is lekker. Neem er ook eentje. Moeilijk. Neem deze. Nou, deze ook. Nee. Moet ik deze op verstoppelen? Of, ja. Ja? Zo, het is nu 5:30. Ik heb gestreamd en geen make-up opgedaan vandaag. Niet zo zin in. Maar ja, het was heel rustig in de chat. Ik heb lekker Rainbow gespeeld, PUBG. Ik vond het helemaal chill. Ik ben echt blij dat ik hier zit. Alleen ja, ik zit wel echt een beetje in de zooi, wat super jammer is. Maar goed, daar doen we even niks aan. Ik ga nu dus naar mijn ouders om te eten. En ik ben even mijn spullen aan het pakken. Zodat het hier wel wat minder zooi is, hopelijk. Ja, dus ik ga dat even doen. Ik ga even naar mijn ouders en dan daar eten en aan mijn geheime projectje werken. Wat hopelijk volgende week online kan. Dat hoop ik echt. Dat zou ik echt zo leuk vinden.
We zijn bij mijn ouders aangekomen en ik heb weer een pakketje gekregen van Cooler Master en een kaartje van Ubisoft. Echt super lief. Op het kaartje staat Here's to Future Adventures en dan iedereen van Ubisoft. Echt super lief. En dan heb ik een pakketje van Cooler Master. Die ga ik eens even openmaken. Is het een kersttrui? Ja. Het is een kersttrui. Superleuk. Superleuk. Ik heb een cadeautje gekregen van mama. De Ibiza Hair Lights. En ik ga eens even kijken hoe dat in mijn haar moet. Ik ben heel benieuwd. Mijn haar is te kort. Het komt onderuit. Kun je het zien aan de achterkant? Oh ja. Super grappig. Het is echt super rommelig nu. Maar er zitten wel lichtjes in. Super grappig. Even muten. Ik ben weer bij Nikki. Kerstkaart. Oh, kerstkaart. Van wie is deze dan? Is die voor mij? Ik heb geen idee. Of familie van Soes? Oh, dat zijn we niet. Dat ben jij. Is die voor mij? Nee. Ik wil leuk. Van jou dan? Tia Koolhout. Ja, nou dan. Ja, maar ik dacht misschien staat er. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joey? Oh, ja, is ook voor jou hoor. Mattia en Nikki, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Dat aankomend jaar maar een topjaar mag worden voor jullie. Zitten! Zitten! Ja, zo zegt Joey dat echt altijd, precies. Ja, ik kan me toch wel voorstellen hoe dat gaat. Zitten! Ja, als hij dan iemand killt in PUBG, dan zegt hij zitten. Dat is even een filmpje. Er is van een filmpje volgens mij. Ja, dat zou wel kunnen. Zitten! Dankjewel Joey, vet lief. Ik ben dus weer bij Nikki. Ik ben ondertussen bezig met het geheim project. Wat ik bijna kan announcen. Ik heb een planning gemaakt. Als alles doorzet, kan ik zaterdag het helemaal afmaken. En dat betekent dat ik het voor kerst kan vertellen aan jullie jongens. En dat zou ik zo chill vinden. Ik ga ervoor om op maandag het te announcen. Op kerstavond. Dat iedereen denkt, what? Ja, dat is het. Dat is mijn goal. Of ik dat ga halen, ik weet het niet. Ondertussen zijn wij de finale aan het kijken van Expeditie Robinson. Met een kaasje. Zat bij Nikki in het kerstpakket. En ik ben hem aan het opeten. En een vijgenjam. En een cola zero. Ik zou zeggen, perfecte donderdagavond. En ik heb dus een planning gemaakt voor de aankomende tijd. Want ik heb het heel druk. Maar wel met alleen maar leuke dingen hoor. Want ik moet kerstboodschappen doen. En de recepten bedenken. En uitprinten. En... Oh ja. Toetje. Ja, ik heb al ingepland in mijn planning. Ik ga een cheesecake maken, maar jij zou iets anders maken, hè? Ja, kut, sorry. Wat moet ik maken dan? Ja, je moeder had me ergens in getagd, Nikki. Ja, het moet wel realistisch zijn. Het was een soort appelbouillet of ja, zo, ding. Ja, dat is wat moeilijk. Appelstrudel of zoiets. Maar misschien kun je ook iets van pudding maken of zo. Hey, vraag even kijkers op Instagram, wat een lekkere set. Oh ja, dat is wel een goeie. Wat ik kan maken. Oké, okay, dat zal ik doen. Ben je nou wel je tanden aan het poetsen? Oké. Okay. Ja, dus ik ben nog heel even bezig op mijn laptop hier. Morgens vlogs in, streamen bij MSI. Kerstcadeaus halen voor mijn ouders nog. Ik heb alleen voor Anne en voor Klasgeert heb ik al wel een cadeau. Maar voor Anne en mijn moeder moet ik nog... Nee, Anne en mijn vader moet ik nog een cadeau fixen. Dus daar ga ik morgen naar Den Bosch om dat te halen. Jan is de winnaar. Dat is toch knap, hè? Ja. 1 proef gewonnen. Winnaar. Bam. Dat was weer mijn donderdagavond. Welterusten iedereen. Ik ga naar bed. En ik ga deze vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende.